Dit is vlees voor de kroketten. Dit moet helemaal gaar worden en dan wordt dit gebruikt voor de kroketten. En had u verwacht dat u nu gewoon weer in een pan met krokettenvlees zou roeren? Als je het eerlijk vraagt, nee, ik had dit nooit meer verwacht. Maar de koosjere broodjes van Sal Meijer zijn weer terug van weg geweest. Je hebt hier stukken pekervlees. En daarom is Maurits Blog, voormalig eigenaar van de beroemde broodjeszaak Sal Meijer, die de deuren sloot in 2019, de komende weken weer druk in de weer met broodjes ossenworst, pekelvlees en viskoekjes. Ja, ik moet toch even wennen weer zolang mijn benen staan. Maar verder, ik vind het nog steeds leuk. De broodjes worden vanaf half juni weer verkocht in de nieuwe koosjere foodcourt van horecaondernemer Rafi Angat, die de zaak als franchise overneemt. How do you say broodje half om or pekelvlees in English? That's a difficult question. Don't ask me that. When I moved to Amsterdam 4 years ago, I started to hear about that legendary brand, Sal Meijer, but I was not lucky enough to be on time in Amsterdam. So I never tasted it, but then when I heard the story behind it, I said that this legend should come back. Want naast de beroemde broodjes... Het geheim is dat wij alles zelf klaarmaken. ...was de zaak ook een belangrijke ontmoetingsplek. Ik heb meegemaakt dat mensen niet wisten dat ze de oorlog waren doorgekomen. En in de zaak hebben ze elkaar ontmoet. Dus nee, ik heb wel wat meegemaakt. Hele verschillende politieke, criminele... Alles hebben we advocaten, noem alles maar op wat binnenkwam. Maar nu is het dus de beurt aan Blog om zijn kennis over te dragen aan de nieuwe generatie. Ik ga hun proberen te vertellen hoe ik het altijd gedaan heb en wat de cliënten lekker vonden. We hebben altijd nagedacht van hoe deed hij het en waarom deed hij het zo. En ja, nu dat je het weet, denk ik van ja, dat is eigenlijk best makkelijk. Maar ik ga niet zeggen. Ik zou zeggen, kom proeven en u gaat het weer beleven.